Hi leden van DPFC, Quincella en Sandra hier en welkom bij deze online balletworkout. We hopen dat iedereen nog gezond is en dat jullie lekker vandaag met ons meedoen. Dus let's go. Oké, we beginnen met de voeten tegen elkaar aangeplakt. Ontspan de armen, trek je navel naar je rug, open de schouders. Beginnen we met afronden naar beneden in 4 tellen. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, plié. En dubbel bounce, strek op, plié, rol op. Nog een keer parallel. Hou die hielen aan de vloer. En helemaal naar beneden. Strek plié op. Eerste positie. Tenen wijzen naar buiten. Plié. En hielen los. Plié op. Nog een keer. Daar. Plié. Hielen los. Knieën naar buiten. Dan gaan we naar de tweede positie. En duw de knieën naar achter. Bounce, bounce. Nog een keer. En dubbel bounce. Gaan we door naar de tweede positie. Parallel. Tenen wijzen recht naar voor. En bounce. Zo, hou die hier aan. Hoor op. En nog een keer. Hou die hier aan de vloer. En tap, tap. Blijf hoog. Strek je rechterbeen uit. Knie aan knie. Hou vast.
En we gaan op. 1, veeg en laag. En op en laag. Blijf je binnen aanspannen. Duw je heupen naar het plafond. Laatste. 4. Strek je tenen lang. 3. En lange gestrekte ballerina benen. En de laatste. Zet je voeten rustig tot op de mat. Rol af naar beneden. Knieën naar je neus. Ontspan eventjes. Gaan we door naar de andere kant. Voeten plat op de mat. En lift op. En laag. En knijp. Laag. En de duw. En duw. Nog 4 knijpen binnen samen. 3. Laatste 2. En hou vast omhoog. Linkervoet komt omhoog. Knieën aan knie. En we gaan. 1, veeg. En duw je heupen naar boven. Strek je benen lang. Strek je tenen. En 4. Nog. Hoeveel? 3. En laatste 2. En 1. Oké, voet terug op de mat. En rustig naar beneden. Knieën naar je neus. Ontspan even. Oké, we gaan liggen plat op de mat. Knieën laag. En we komen omhoog als een L. Flex je voeten lang. Rijk met je neus naar je knieën. Raak je tenen aan. Verder dan je tenen. Rijk omhoog. Terug naar de mat. Strek je voeten lang. En nog een keer. Kom omhoog. En flex. En rijk naar voren. Ontspan je nek en schouders. Verder dan je tenen. En laag. Nog een keer. Go up. En flex. En laag. En verder. Omhoog. En strek je voeten lang. Nog 3 keer. En laag. En verder. Up. En naar beneden. Zorg ervoor dat als je hoog bent, dat je onderrug goed doorstrekt. En verder. En laag. Laatste keer. Hoog. Up. En over iets heen. En verder. Reach. En laag. Voeten plat op de mat. Rechterbeen is lang. Naast je knie is naast je enkel van je andere been. Plat op je rug. Handen op de vloer. En we gaan drum op mat. Knie naar je neus. En 1. 2. 3. Vierde keer. En wissel. Links. 2. 3. En 4. Wissel. En up. Snel omhoog. Langzaam naar beneden. En wissel. En up. Zo hoor je het ook. Wissel. Nog 2 keer aan iedere kant. 3. En 4. Wissel. Strek je tenen en knieën lang. Laatste keer rechts en links. Hou de heupen aan de vloer. Schouders weer laag. En de up. En op. En op. En op. Oké, kom maar liggen op je rug. Handen plat op de mat en je schouders ook. We doen eerst even de makkelijkere versie van deze oefening. Je rijdt met je tenen in de lucht, binnenkomen van de mat af. En terug naar beneden. Dan ga je met je grote teen naar een rutiré. En wissel. Trek in en op. En de rutiré, rutiré. Rij op. En laag. Rutiré, rutiré. En reach. Tap, tap. Reach. Oké, ik ga zelf even de makkelijke versie doen. Voor extra intensiviteit kom je met je schouders van de vloer af. Armen in de tweede. Rij op. En reach, reach, op. En reach, reach. Sterke armen. Duw met je elleboog eens naar beneden. Gaande. Nog 4. En nog 3. 2. En de laatste. Oké, maak jezelf even helemaal lang, alsof je net uit je bed komt. Draai uit. Open je benen naar buiten. Ontspan de heupgewrichten. Rijk met je schouders van de vloer. Armen in de diagonaal. En rij op. En reach. 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 Strek je tenen lang. Strek de knieën door. Blijf doorademen. Nog 4, 3, 2, 1.
elkaar aan. Laat de knieën naar buiten vallen. En ontspan je handen op de heupen. Worden ze lekker warm. Je kan ervoor kiezen om oefeningen te herhalen voor jezelf. Als je het voor jezelf iets zwaarder wil maken of iets moeilijker wil maken. We hopen dat jullie er iets van hebben gehad. En dat jullie het een beetje leuk vonden. En we zien jullie snel weer in het volgende filmpje.